En als u een vraag hebt, mag u die natuurlijk stellen. We gaan beginnen met Parshat Shelach. Parshat Shelach betekent stuur. Stuur voor uzelf. Het Joodse volk staat op punt om Israël binnen te trekken. En voordat zij Israël binnentrekken, wil het Joodse volk wil eigenlijk verspieders, miraglim willen ze sturen. Maar eigenlijk, Moshe was niet zo geïnteresseerd om die te sturen. En eigenlijk had het Joodse volk gewoon vertrouwen moeten hebben in Hashem. Als Hashem zegt, jullie gaan nu naar het land Israël. Ja? En het land Israël is een land, een mooi land, een goed land. Hoeven we eigenlijk helemaal geen verspieders te sturen. Is niet noodzakelijk, is niet nodig. Maar toch heeft het Joodse volk erop aangedrongen. Want hier al begint het eigenlijk al fout. Begint het al fout te gaan. Want Hashem zegt, ga naar dat land, dat zal goed zijn. Dan moeten wij natuurlijk niet verspieders sturen. Is niet nodig. Maar ja, Moshe Rabbeinu die besluit om toch in te gaan op het verzoek van het Joodse volk. En daar gaat het eigenlijk niet zoals het hoort te gaan. Dus we komen terug. En dan zullen we zo iets meer op ingaan. Met de slides ook. Zullen we dat zien. Een heel interessante uitleg van de Kli Yakar. Een van de bekende commentatoren op de Chumash. En de Kli Yakar die zegt als volgt. Die zegt dat Moshe Rabbeinu heeft mannen gestuurd. Had Moshe Rabbeinu vrouwen gestuurd, dan was dit hele probleem, had zich niet voorgedaan. Want we weten bijvoorbeeld van het verhaal van Tzelofgat, de dochters van Tzelofgat, die hadden het land Israël heel lief, die wouden ook een deel hebben in het land Israël. En wij zien dan dat de dochters van Tzelofgat, die waren allemaal zussen, dus zouden geen erfdeel hebben in het land Israël. En toch willen zij heel graag een deel hebben in het land Israël. We zien de liefde voor het land Israël. De mannen die waren meer aan het klagen. Die waren meer aan het kijken, what's in it for me? En de vrouwen die dachten meer aan zichzelf een beetje opzij cijferen. Dus de Kli Yakar zegt, hadden de vrouwen dus verspieders geweest? Of met de spirit van de vrouwen? Bekend wordt gezegd, ja, als mannen kinderen hadden moeten hebben, ja, dan was de wereld was al lang vergaan. Hè? Dan was er geen. Want wat is een vrouw? Een vrouw die zorgt voor een ander, die is er voor een ander, zonder te veel aan zichzelf te denken. Die kan zichzelf wegcijferen voor een ander. Een man is meer van nu en het genieten, meer aan zichzelf denken. En vandaar ook dat mannen de verplichting hebben om vele mitzvahs te doen en de vrouw vrijgesteld zijn. De meeste mitzvahs, de meeste geboden, we hebben geboden en verboden, alle verboden zijn de vrouwen ook gewoon verplicht, maar alle geboden die tijdgebonden zijn, bijna alle mitzvahs die tijdgebonden zijn, zijn vrouwen vrijgesteld. Waarom is dat? Ja, ten eerste, je ziet in de natuur dat ook bij de dieren zo, het vrouwtje ook, die zorgt voor de kinderen. Ja, zo ook bij de mens zie je dat een moeder heeft veel meer geduld voor de kinderen, kan met veel meer liefde de kinderen opvoeden dan de vader dat kan doen. Vandaar dus dat de vrouw vrijgesteld is van vele mitzvahs, omdat zij veel beter is dan de man met de kinderen opvoeden, veel meer geduldig daarvoor is. Vandaar dus dat de man wel die verplichting heeft. En ook een man heeft meer nodig om verplicht te zijn om iets te doen. Ja, een vrouw wil van nature wil ze kinderen hebben. Een man is verplicht om kinderen te hebben. Die heeft daar geen geduld voor, misschien altijd geen zin in. Ja, vandaar dus dat hij die verplichting heeft om kinderen te krijgen. Pro-revu, de eerste mitzvah van de Torah, is een verplichting om kinderen te hebben. En Maimonides Rambam schrijft, iemand die een zoon en een dochter heeft, ja, die heeft dan de mitzvah gedaan. Hij spreekt niet over dat je ook een hond moet hebben. Nee, dat schrijft de Rambam niet. Nee, hij zegt een zoon en een dochter. En dan zegt hij nog mooier is als die zoon en de dochter ook een zoon en een dochter hebben. Dan heb je helemaal volledig de mitzwe van Pro Revu heb je gedaan van kinderen op deze wereld brengen.
Maar dus de vrouw heeft dat van nature al in zich. En een man moet die verplichting hebben om en gestimuleerd worden om dat te doen. Vandaar dus dat vrouwen vrijgesteld zijn van vele van de mitzvot. En een man die stimulans nodig heeft om die mitzvot te kunnen doen. Nou, als we dan, dus als tijdens, voor het binnengaan in het land Israël, het Joodse volk, dus vrouwelijke verspieders hadden gestuurd, spionnen hadden gestuurd, dan was het veel beter afgelopen, was dat niet zo'n geklaag geweest. En hadden we dan niet 40 jaar in de woestijn moeten rondzwerven, want dat was als straf voor de 40 dagen dat de verspieders in het land Israël hebben gespioneerd. Hebben 40 jaar als straf gekregen, iedereen boven 40 jaar. Ieder boven 20 jaar moest voor 40 jaren in de woestijn zijn. Laten we nu even dat samen doornemen. Hamiraglim. In Ivriet is ook een miragel, is een spion. Hamiraglim, in het klassieke Hebreeuws, de verspieders. Dan gaat het begin van de paars over Shelach Lecha. Stuur voor jou, dat zijn de miraglim die worden gestuurd. Nou, de Bnei Israël, het Joodse volk, die wil heel graag verspieders sturen om het land te bespioneren. Kijken, ja, voordat we het land gaan innemen en proberen het over te nemen van de mensen die daar nu wonen. Het cadeau wat het Joodse volk van de Kadosh Baruch Hu heeft gekregen. Ja. Toch willen ze dat, ja, voordat ze dat gaan innemen, willen ze graag gaan bekijken. Het Joodse volk, we zien hier, ze beginnen bij de Midbar Tzin, van beneden, en dan gaan ze zo, en naar boven Shechem, Lavo Hamat, en dan gaan ze zo naar beneden. Ik zal je op het volgende plaatje ook nog een duidelijker laten zien. Ja, hier zien we hoe ze zo zijn gelopen langs Israël, dan weer langs de kust. Weer zo naar beneden, weer terug. Dus er worden 12 mannen uitgekozen. 12 belangrijke mannen. En die gaan nu het land Israël gaan die bespioneren. En dat heette toen Eretz Kanaan, het land van de Kanaanieten. Ja. Wat... En dan zegt Moshe Rabbeinu, ga kijken, gewoon praktisch ga kijken, wat moet hij gaan zoeken in het land. Hechazakhu, wat is chazak? Is het een sterk land? Ja. Herafe, of is het een zwak land? Ja. Sterk of zwak land, hoe kunnen we dat innemen? Hamaathu, imrav. Zijn het veel mensen die daar nu wonen? Ze hadden natuurlijk geen Google, dat ze konden kijken van hoeveel mensen wonen er per stad. Ja, wonen, hoeveel mensen wonen daar? Geen benul, ze wisten nog niet hoeveel mensen daar wonen. Dus Hamaatu, Imrav, zijn er weinig mensen in het land. Imrav, dit zijn allemaal woorden die in de Torah staan. Maat, Imrav. Nou, we moeten natuurlijk weten hoe we het land gaan innemen. Nou, Hatovahi, is het goed? Is de natuur goed? Imra'a, of is de natuur daar slecht? Natuurlijk belangrijk om te weten, hoe gaat het daar? We moeten daar natuurlijk met z'n allen zo direct gaan eten, ja, gaan wonen. Hoe zal het land daar zijn? Hebben maganim, betekent dat in Miftarim wonen ze in open steden of Miftarim met muren eromheen. Nou, wat is een sterker land? Natuurlijk een sterker land, als de inwoners geen muren omheen hebben, is dat betekent dat ze allemaal sterk zijn, dat ze geen angst hebben voor buiten, van buitenaf. Maar juist met een muur eromheen, ja, laat zien dat men bang is voor vijanden van buiten. Dat men dan wat zwakker is. Ashmenahi Imraza, hoe gaat het daar met de velden? Hoe zien de velden eruit? Is het een goed land? Is het goed te bewerken? Groeien de dingen daar goed? Imraza, of is er juist weinig natuur. Hoe gaat het met de natuur? Is ook belangrijk om te weten. Yes, ba'etz. Kijk of er bomen zijn. En de bomen kun je op twee manieren uitleggen. Etz kan een boom zijn, maar een etz kan ook zijn iemand die sterk, met sterke wortels in de grond staat. En dat is een tzadik.
Ja, iemand die stevig in de, met zijn beide, met de wortels stevig in de grond staat. Nou, dat is een teken van een stevige boom. Met de wortels, met de goede daden, met de Torah leren. Of die stevig zijn. Dan zelfs als een wind komt, dan zal die niet omvallen. En dat is een symbool voor een tzaddik. Dus een tzaddik in Ayin, of zijn er geen goede mensen, wordt daar veel ruzie gemaakt. Wordt er niet met respect omgegaan, wordt er gestolen van elkaar. Kijk, hoe gedragen de mensen zich daar? Nou, voor 40 dagen lopen zij door het land Israël van beneden helemaal naar boven en weer terug naar beneden. Nou, dan vraag je je af, in 40 dagen is dat wel mogelijk? Nou, voor de Rashi, een van de meest bekende, of de bekende commentator op de Torah, die vraagt deze vraag. Hoe kan het dat ze er binnen 40 dagen dit zo van beneden helemaal naar boven en weer naar beneden hebben kunnen belopen? Hoe kan dat? Zegt Rashi dat Hashem wist dat ze uiteindelijk gestraft zullen worden voor deze tijd dat ze zich bevonden in in Israël. Dus heeft Hashem hun snel laten gaan, heeft ze extra snel, als op een wonderbaarlijke manier, snel door het land laten lopen, zodat van hoe langer elke dag dat ze in het land zouden zijn en ze zouden niet goed berichten terug naar het Joodse volk, zouden ze dan een jaar in de woestijn moeten blijven. Dus Hashem heeft ze sneller er doorheen laten gaan binnen Arba'im Yom, 40 dagen. Ze brengen van de vruchten van het land. En dat deden ze eigenlijk. In die tijd groeiden er grote vruchten. Groter dan normaal. De druiven waren groter. Ze brachten dus Eshkol Anavim, een druiventros. Die werd, zullen we zo zien, door 8 mensen gedragen. Rimon is de bekende granaatappel. En Teena is de vijg. Maar ook de een, dat zijn 3 van de 7 soorten waar het land Israël mee gezegend is. En die brachten zij terug. De druiventros was zo groot dat hij door 8 van de verspieders gedragen moest worden. En wat ze eigenlijk wilden laten zien van, ja, weet je, het fruit hier wat hier groeit is niet normaal. Het zijn groot en er zijn ook reuzen aanwezig, dus dat zullen we zo zien. Dus ze kwamen eigenlijk met een negatief rapport kwamen ze terug. 1 droeg een granaatappel en 1 droeg een vijg. Nou, dan waren er 2 daartussen. Joshua bin Nun. Dat was de leerling van Moshe Rabbeinu. En later ook zijn opvolger, leider van het Joodse volk. En Kalev ben Jefune. Deze 2, die waren leiders van hun stammen, hebben niets meegenomen. Want zij wouden niet een gedeelte zijn. Loratsu liot shutafim batzatamarim. Zij wouden geen deel uitmaken van de verspieders van hun plan. Wouden ze niet daaraan meedoen. Hier dus een schilderij van hoe we zien dat de verspieders komen terug met de druiven. En ze laten de vruchten zien. En het is bekend als sheker en loraglayim. Een leugen heeft geen voet om op te staan. En dan zal ik even aan u op het bord laten zien. Wat wel interessant is. Kunt u, u ziet mijn bord ook? Ja. Oké. Nou, als ze nemen het woordje Emmet, Alef, Mem, Taf, Emmet, waarheid. U ziet het goed? U kunt het zien? Ja.
Ik hoor u niet. Ik zie dat de meneer wat zegt. Nee, we zien het bord wel, maar we zien niet de tekst. Het is niet zwart genoeg. Geen contrast. Zwart genoeg. Ja, ik heb hier een donkerblauwe stift. Moet ik het even iets... Anders schrijf het op een papiertje en houd het even voor de camera. Dan zien we het wel. Dit is nu de Alef wel duidelijker? Ja. Ja, oké, maak het gewoon iets dikker. En met... Emmet is waarheid. Als je ziet, Emmet blijft altijd staan. Het is de eerste letter van het alfabet, de middelste letter van het alfabet en de laatste letter van het alfabet. De alef, mem en taf. Emmet, Jezus, waarheid blijft altijd bestaan. Iets wat waar is, heeft toekomst. Dat blijft altijd bestaan. Dus dat is Emmet. Dan gaan wij naar leugen. Hoe zeg je in het Hebreeuws? Een leugen is een sheker. Ja, checker. Kijken we eerst de letter zien. We hebben het allemaal in Daf Yomi van vanochtend geleerd, hè? Oké, ik heb de Daf Yomi van vandaag niet geleerd. Maar ja, vertel, wat staat in de Daf Yomi van vandaag? Nou, dat ging allemaal over de letters. Oké. Waaronder dit ook. Oké, dit wordt in de Gemara van vandaag behandeld. Ja. Zegt u? En de verschillende soorten alfabet die je kunt formeren. Oké, nou, interessant, dankjewel. Nou, als je dus ziet, de Shin, Kuf en Resh, het zijn allemaal letters die niet op zichzelf blijven staan. De Shin valt om, zeker ook in de Torah die zo wordt geschreven van onderpuntig, de Kuf. Nou, die valt ook om. En de Resh... Die valt ook om, die kan niet op zichzelf blijven staan, maar daartegenover de emet, alef, mem, taf, die letters die blijven staan. Ja. Wat weten de verspieders, die weten, als wij het nu hebben over het land, en wij willen niet naar dat land toe gaan, moeten wij eerst waarheid vertellen. Als wij willen dat de leugen wordt aangenomen, moeten we eerst iets van waarheid vertellen. Vertellen iets van waarheid. En daarna gaan we over naar de leugen en zeggen, gaan we onze eigen mening geven. Nou, we zeggen dus eerst, Gam zevat chalavudwashi. Dit is inderdaad een land van waar het vloeit honing en melk en honing. En dit zijn de vruchten. En daarna gaan ze dus slecht spreken over het land Israël. Efes. Ki aza ama yoshebaat. We zullen dat niet aankunnen. Het az zijn sterk. We arim betzurot gdolot mot. En het zijn grote steden met muren eromheen. We gam bilidea anakra inusam. En we hebben ook de kinderen van de reuzen hebben we daar ook gezien. En we werden gezien in hun ogen als mieren werden wij gezien. Dus we zullen dit land nooit kunnen innemen. En dan hebben we behalve dat, hebben wij nog het probleem van de volken die daar wonen. We hebben de Amalek. De volk Amalek. Die kennen we al. Die hebben ons al een keer eerder geprobeerd aan te vallen. Josef Eretz HaNegev, die woont in de Negev, zuiden, Achiti, de Giti, Jebusi, Amori, Yosef Bahar, Waknani, Yosef Alayam, Aliada Yarden. En de Knani, die zitten dus, er zitten allemaal volkeren, sterke volkeren zitten daar, die kunnen wij niet innemen. Hier zien we al dat zij met hun eigen mening komen. Daar begint er al het probleem. Als Moshe Rabbeinu vraagt alleen, ga het land spioneren. Kom niet met een eindoordeel. Nee, vertel ons wat je ziet. En hier ligt dat probleem. Behalve het feit dat ze slecht spreken over het land. Ja, dat wordt gezien als iets niet goeds. Nou, als we al niet mogen slecht spreken over land. Zeker niet over een persoon. Dat is al iets wat ze daar verkeerd hebben. Onze geleerden zijn heel uitgebreid over wat ze hier nou precies verkeerd hebben gedaan. En wat de reden is ook waarom ze dit hebben gedaan.
Als het allemaal grote tzadikim waren, waarom hebben ze dit allemaal dan gedaan? Een van de uitleggen die wordt gegeven is als volgt. Ze hadden eigenlijk een hele, hele goede reden. Wat was de reden? Ze zeiden als volgt. Ze zeiden, wij zijn nu in de woestijn. In de woestijn hebben wij de volken die ons van alle kanten beschermen. Die dragen ons, die wassen onze kleren, die strijken onze kleren. De volken, die beschermen ons van alles om ons heen. Het eten, we hebben het manna. Dus daar hebben we ons geen zorgen over te maken. De water hebben we, de bron van Mirjam. Dat was trouwens ook, zeg maar geleden, ook een mikwe waar de vrouwen in gingen. Was ook dat bron en dat verspreidde zich uit door het hele kamp. Was vanwege Mirjam. Dus ze hadden alles wat ze nodig hadden. Dus waar konden ze zich de hele dag mee bezighouden? Met Torah-studies. Ze hebben net de Torah ontvangen. Ze konden zich dag en nacht, zonder enige zorgen, konden ze zich bezighouden met Torah-studie. Nou, nu zien die Meraglim, die verspieders, die komen nu het land binnen. Die lopen door dat hele land. En ze zien daar, nu moeten we opeens het land binnenkomen. Moeten wij het land gaan bewerken? Kunnen we en moeten wij helemaal bezig zijn met werken, et cetera? Kunnen we niet rustig Torah bestuderen zoals we dat graag willen? Dus met die gedachte in hun hoofd hebben ze gezegd van weet je wat, we willen in de woestijn blijven. In de woestijn geen zorgen, dat is het allerbeste wat er is. Ja. Dus laten we niet naar Israël gaan, laten we hier blijven. Nou, op zich een hele mooie gedachte. Wat is daar fout aan? Nou, de fout daarvan is dat Hashem juist wil dat we in die wereld zijn. Hashem wil juist dat wij in die wereld juist werken. Juist Hashem heeft niet een wereld geschapen met engelen. Nee, hij heeft ons die wolken gegeven om ons te beschermen. Ja, hij heeft ons dan mannen gegeven omdat we nu hij van ons houdt. Hij heeft ons mannen en het water allemaal gegeven. Nu in de woestijn. Maar in Israël wil Hashem dat we de mitzvot doen. Zoals het land bewerken. Het zevende jaar niet bewerken. Een hoek laten voor de armen. Dat wat we zijn vergeten, laat dat voor de armen. Een tiende geven aan de armen. Dat we aan de Kohanim en de Levim geven. Dat we aan Bikurim brengen. Allemaal mitzvot die te maken hebben, die we alleen maar in het land konden doen. En dat was dus de foute gedachte van de verspieders van de Meraglim. Dat ze alleen dachten aan het nu. Ja? En niet dachten aan de toekomst. Wat zou ons... Dat ze juist al die mitzvot konden doen van het land. En dat Hashem niet alleen wil dat we de hele dag alleen Torah leren. Nee, juist in deze wereld zijn. Juist bezig zijn met het wereldse. En dat wereldse, dat verheffen tot iets heiligs. En dat kon niet in de woestijn. Want in de woestijn, everything was taken care of. Dat is alsof een baby in de buik van de moeder waren wij allemaal, hoeven we niets te doen. En dat, we moeten juist werken, juist in deze wereld zijn. En in deze wereld doen zoals Hashem wil, dat wij ons manifesteren in deze wereld. Dat was dus het probleem van de Meraglim. En daarom klopt het ook niet. Ja, mee, wat wil je zeggen? Ik had een vraag. Je had net over, als ik het goed begrijp, hè, dat we hadden 12 verspieders. Ja. Maar 2 daarvan, die distancieerden zich van de 10 anderen. Ja. Maar door deze verspieders en deze manier van doen, hè, dat de verspieders gestuurd werden, is eigenlijk een minyan is daaruit ontstaan. Klopt. Vandaar dus ook dat de minyan uit 10 mensen bestaat, omdat er 2 toentertijd niet met de groep meeging. Klopt dat? Klopt. Dit wordt gezien als een eda, als een gemeenschap. Deze 10 worden genoemd een gemeenschap. En vandaar dus dat de eda, een minyan moet dus 10 man zijn. Dat leren we hiervan. Klopt, dat leren we van de verspieders. Dus met andere woorden, als ze alle 12 gelijk gestemd waren, hadden we een minyan gehad van 12 mensen. Ja, als, dat weet ik niet. Ik kan niet in Hashem's... Dan begrijpen we elkaar. En natuurlijk, nu met deze uitleg, wat ik net heb gezegd, wat hun diepere gedachte was, kunnen we ook snappen, je had kunnen zeggen, die verspieders waren fout. Ja, gaan wij nu, duizenden jaren later, hebben we nog steeds 10 man? Dat leren wij van mensen die slecht waren? Nee, want hun hele bedoeling was juist goed.
was juist om dat, die verbinden te zijn met Hashem, verbinden met de Torah. Dus de gedachtegang was eigenlijk goed, maar alleen, ja, dus hij nog een stap verder moeten nadenken, dat is niet wat Hashem zijn wil was en is. Dat was de fout. Nou, dus over die twee verspieders, ja, die proberen, Caleb probeert om te zeggen, maak jullie geen zorgen, Hashem heeft ons gezegd, we moeten naar dat land gaan. Hashem heeft dat gezegd, moeten we gaan. We kunnen daar, we kunnen het innemen, maak jullie geen zorgen. Ja, maar dan zeggen de andere verspieders, die zeggen nee, lonugal lalota ta'am, elaam, we kunnen dat niet. Daar naartoe, waarom niet? Ki chazaku mimenu. Het is te sterk voor ons. We kunnen het niet aan. En nu krijgen we iets interessants. Het woord. En wat zeggen ze ook? Waarom kunnen we het niet aan? Eretz ochelet yoshveahi. Het is een land, letterlijk vertaald, wat zijn inwoners opeet. Wat betekent dat? Een land wat zijn inwoners opeet? Nou, dit betekent dat de verspieders liepen door het land. En wat had Hashem gedaan? In elke plek had hij een belangrijk persoon laten sterven, zodat iedereen bezig was met het begraven van de mensen. En zodat ze niet door zouden hebben daardoor, dat die verspieders daardoor het land heen trekken. Maar de verspieders zien, die wisten niet de diepere gedachte waarom Hashem dit zo heeft gedaan. Die zien opeens overal waar ze komen zijn allemaal lawaaiers. De ene na de andere. Overal worden mensen begraven. Maar dat is natuurlijk de reden. Zodat Hashem dat zo gedaan. Zodat zij niet zouden opvallen. Maar zij zeggen dus nu. Het is een land die haar inwoners opeet. Iedereen sterft hier de hele dag door. Zien wij lawaaiers. Ja. Misschien was het toen wel ook al een corona uitbraak. Dat er daardoor steeds mensen stierven. Dat weet ik niet. Hoe Hashem dat heeft gedaan. Weet ik niet. Maar dat is dus de uitdrukking die wordt gegeven op waarom Eretz Ochelet Yoshveahi, het land wat haar inwoners opeet. En het hele volk, Watisa Kolaida, en de volk hief zijn stem op, Vayitnuat Kolam, Vayivkuaam Balaila, ze hebben de hele avond hebben zitten jammeren en zitten huilen. Yo. Nou. Yoshua bin Nun en Caleb ben Jefune, de twee goede verspieders. Nisu shuvle shachnet bnei Israel likanes aretz. Ze proberen nogmaals het land, het Joodse volk over te halen om te komen naar Israël. En zoals ze zeggen, gebruiken ze de woorden, en dit is de tekst vanuit de Chumash. En ze zeggen, ha'aretz asher avarnu ba, het land waar wij zijn doorheen getrokken, laturata, om hen te bespioneren. Het is een heel goed land. Im chafetz banu Hashem. Als Hashem ons wil. Leviotanu el eretz azot. En hij zal ons brengen bij dit land. En het tanalan hij zal ons geven. Eretz asher yizavat chalav udvash. Het is een land van waar overvloed van melk en honing. Ach, Hashem al temrodu. Kom niet in opstand tegen Hashem. Wat hem al tiru et hamaretz. Maak jullie geen zorgen over de mensen van het land. Hashem itanu, Hashem is met ons. Al tiraum, vrees niet de mensen in dat land. Dus ze proberen nog een keertje het Joodse volk te stimuleren. En hij zegt, Hashem heeft ons gezegd dat we er naartoe moeten. Wat maken jullie je zorgen? Hashem heeft ons uit Egypte gehaald. Hashem heeft al die wonderen gedaan. Wat maken jullie opeens zorgen? Ja? Laten we gaan, let's go. Maar ja, het Joodse volk was eigenwijs. Was bang. Hashem was natuurlijk... Ja, teleurgesteld en boos op de verspieders. Dat ze zo hebben gehuild en dat ze niet het land... Hashem geeft ons cadeau. En wat gaan ze doen? Gaan ze jammeren en willen niet gaan. Ja. En wat is dat? En de straf was dat alle mannen vanaf de leeftijd 20 zouden sterven in de woestijn. En die zouden het land Israël niet binnen mogen komen. En zij moesten dus 40 jaar lang... moesten zij nu dus zwerven door de woestijn. En dat was nu voor 40 jaar lang, moest het Joodse volk dus nu als straf. En iedereen boven de leeftijd van 20, die stierf nu in de woestijn. Dat is dus in het heel kort en met een beetje een diepere gedachte. Dus als Hashem
ons zegt, we kunnen iets, ja, kunnen we dat ook doen. We moeten niet zeggen, ah, oh, maar dit, ja, maar dit. En we hebben in ons een Yetzhara. En de Yetzhara, of de dierlijke ziel, die laat ons heel vaak voelen dat wij iets niet aankunnen, dat wij iets niet kunnen. Maar ja, Hashem geeft ons alleen maar iets wat wij aankunnen. Ja, de mitzvahs die wij moeten doen, kunnen wij aan. Soms gebeuren situaties, als we bijvoorbeeld iemand die ziek, lo aleno, gaat voor shalom, ziek in bed ligt en geen tefillin kan leggen, is vrijgesteld ook dan om dat te doen. Maar natuurlijk gaat het erom dat iemand het kan doen. En ook is het zo dat de tzores, of de pakketten die wij krijgen van Hashem, kunnen wij ook aan Hashem. Het vraagt alleen iets aan ons wat wij aankunnen. Ja, het bekende verhaal van het shtetl, waar iedereen, de hele shtetl heeft een samenkomst, komt op het plein bij het shtetl. En iedereen beklaagt zich over zijn pekkelen, over zijn moeilijkheden. Dit is moeilijk, dit is moeilijk. En dan besluiten ze om iedereen zijn eigen pakketje, zijn tzores, in een zakje op te hangen. En iedereen hangt het op. En iedereen mag dan een pakketje van iemand anders uitzoeken. En iedereen zoekt, ja. Iedereen vindt een pakketje. En dan kijkt iedereen zijn pakketje. Iedereen zijn eigen pakketje weer gevonden. Waarom? Want dat is wat we aankunnen. Hashem geeft ons wat we aankunnen. Ja, geeft ons de mogelijkheden en de tools om ermee om te gaan. Die hebben wij in ons. We moeten er naar zoeken soms. We moeten soms wat meer moeite doen. Soms wat minder moeite doen. Ja, nooit kijken wat een ander heeft. Want we weten nooit precies wat een ander allemaal heeft. En voor mezelf kijken. Ja, waarom gebeurt het met mij? Wel, hoe kan ik mij verbinden beter met Hashem? Maar weet, dat wat Hashem aan mij geeft, dat kan ik doen. Gaan we verder naar het volgende stukje van de parsha. Daarna gaat het gaat over de galle. Hafrashat gala. Hafrashat gala. We zullen even de tekst erbij kijken. Het nemen van galle. Nou, bevoachem el aretz. Als jullie zullen komen naar Eretz Yisrael. Vaya bal galchem. Als jullie zullen eten. Het zal zijn als jullie zullen eten. Milechem aretz. Van het brood van het land. Tarimu terumu al Hashem. Zullen jullie een donatie geven aan Hashem. Reshit aristotechem. Het begin van de deeg. Gala tarimu terumu. Zullen jullie geven aan de kohen. Mereshit aristotechem. Van het begin van jullie deeg. Titnu lashem terumu al dorotechem. Zullen jullie voor eeuwig en altijd. Zullen jullie dus een deel van het deeg wat jullie maken, een bepaald aantal kilo zijn, waarvan je dus niet als je een klein broodje maakt, hoef je geen galle, maar een bepaald aantal kilo, als je daarvan deeg maakt, moet je dus galle nemen. En vroeger voorheen werd dat dus gegeven aan de Kohen. De Kohen heeft 24 cadeaus die de Kohen krijgt. Hier zien we de Kohanim in de Beit HaMikdash, die hier het Joodse volk zegenen. En ze hebben dus 24 cadeaus. Links zien we de Kohen Gadol met zijn 8 kledingstukken. En de andere zijn de Kohanim, de gewone Kohanim, de Kohen Hedyot met de gewone kledingstukken. En de Gala was dus een van de 24 cadeaus die de Kohen kreeg. Nou, voorheen was dat alleen maar in Israël dat men gala moest geven. En dat moet dan dus aan de Kohen gegeven worden. Maar nu hebben onze geleerden ook ingesteld dat het buiten het Israël. Maar vandaag de dag kunnen we dat niet brengen. Dus wat doen we nu? Ter herinnering daaraan neemt men een stukje van het deeg en dat wordt verbrand of weggegooid. Ja, om ter herinnering aan de gala. Want als nu binnenkort de Mashiach gaat komen, dan zullen we weer gala moeten geven. En veel vrouwen hebben ook de gewoonte om de zegen te zeggen, hier had zonder van leggen, en mogen de wil zijn voor u. Hashem elokeinu velokei avotenu. Sheyibane bet hamikdash. Dat de bet hamikdash, de tempel, snel weer herbouwd worden. Bimhera v'yamenu, spoedig in onze dagen. En dan zullen we een deel in uw Torah krijgen. Men heeft dus gewoon om dat te zeggen. Want nu we hopen dat heel binnenkort weer de Beit HaMikdash zal komen. En dat wij weer
de gala kunnen brengen. En heel veel vrouwen hebben ook de gewoonte om tijdens de gala nemen, is ook een speciaal moment bij het doen van de mitzwa, om dan een bracha te vragen voor mensen die een broche nodig hebben. Nou, dan eindigt de parsha van deze week met de mitzwa van tzitzit. De mitzwa van tzitzit is eigenlijk alleen een verplichting als we een kledingstuk dragen met vier hoeken. Als jij geen kledingstuk draagt met vier hoeken, en dit is ook een mitzwa alleen maar, is ook weer een tijdgebonden mitzwa, alleen op de dag vandaag dat vrouwen vrijgesteld zijn van deze mitzwa. Als wij een kledingstuk dragen met vier hoeken, dan zijn we verplicht om daar tzitzit aan te hangen. Al zegt de Shulchan Aruch, en de Shulchan Aruch staat, het is geen verplichting dus, maar het is wel een hele mooie en speciale mitzwa om de hele dag door tzitzit te dragen, want dit herinnert ons, er staat zoals ze zeggen, uritem oto, en je zult het tzitzit zien, uzichartem et kol mitzvot Hashem. En je zult herinneren de mitzvot van Hashem. Er wordt gezegd dat Jozef, toen hij in Egypte gevangen zat, en hij was in het huis van van Potifar, van een van de ministers van Paro. En de vrouw van Potifar, die probeerde elke dag opnieuw om Jozef over te halen, om eigenlijk met haar naar bed te gaan. Elke dag opnieuw. Dag in, dag uit, dag in, dag uit. Maar hij heeft zich steeds weten te controleren. Dan moet je nagaan, hè? Een slaaf die geen familie heeft. En die zo alleen is. Daar, en die krijgt zoveel aandacht van de vrouw van zijn baas. En elke dag opnieuw vraagt ze hem. En elke dag opnieuw zegt hij nee. Dan moet je nagaan hoe sterk Josef geweest moet zijn. En toen was er één dag dat niemand thuis was, alleen zij en hij. En probeerde het weer om hem over te halen. En dan zijn er verschillende uitleggen van wat heeft hem uiteindelijk kunnen weerhouden. Hij wou ja zeggen, wat heeft hem kunnen weerhouden? Eén uitleg is, hij zag voor zich het gezicht van zijn vader. En er wordt ook weer verschillende uitleggen gegeven. Wat betekent hij zag het gezicht van zijn vader voor zich? Nou, hij zag het gezicht van een tzaddik voor zich en dat heeft hem weerhouden. Maar een andere uitleg die wordt gegeven is, hij zag voor zich het gezicht van zijn vader, hoe zijn vader naar hem keek. Dat betekent dat zijn vader altijd positief naar hem keek. En hij zag dat voor zich, oh, mijn vader kijkt altijd positief naar mij. Heeft vertrouwen in mij, gelooft in mij. Dan kan ik dit niet doen. Dus dat is wat hij voor zich zag. Een andere, hele andere uitleg is hij de tzitzis. Ja, hij zag zijn tzitzis voor zich. Hij had al een tzitzit. En toen hij die zag, heeft hij gezegd, ik kan het niet doen. En toen is dat inderdaad dat verhaal. Verder dat zij hem heeft vastgepakt. Zijn kledingstuk heeft vastgepakt. Hij weg is gerend en dat zij het hele verhaal heeft verdraaid. En dat zij zegt van, hey, deze Jood is hier, die heeft mij proberen te verkrachten. Weg met hem. En toen is hij inderdaad in de gevangenis beland. Is het precies andersom. Maar we zien met alles wat Jozef meemaakt. Blijft hij die emuna. Blijft hij het vertrouwen in Hashem. Blijft hij hebben. Ja, meer? Nog een vraagje. Wat mij ook nog steeds niet duidelijk is. En dat ik nog geen antwoord heb gekregen. Op heel, van heel veel mensen. Is namelijk dat tefelins. Zijn die mannelijk of zijn die vrouwelijk? Wordt tefelin? Ja, een tefelin. Zijn dat mannelijk of vrouwelijke kledingstukken? Is een talit, kadol of een katan, is dat een mannelijk of een vrouwelijk kledingstuk? Ook al zijn ze gevrijwaard van de vrouwen. Mannelijk, het is voor de man. De man heeft verplichting om dat aan te doen. En tefelin, wat iemand die op een heel, heel, heel hoog niveau is, die alle mitzvot al heeft gedaan, ja, zoals de dochters van Rashi, ja, die legt de tefelin, ja, dan... Dan kunnen ze het tefillin leggen. Ja, maar dan moet je wel op een heel hoog niveau zijn. En het ook, hoe sta je er dan tegenover dat mensen aan de kotel, dat ze dus die vrouwen die daar komen, weet je wel, die dragen dan... Tefillin.
Ja. En dat soort dingen allemaal, dat klopt volgens mij niet. Nee, dat ben ik met je eens. Dat klopt niet. Dat is erg van, denk ik, van... Ja, ik begrijp uit protest natuurlijk op een of andere manier... als ze zich allemaal gelijkwaardig voelen. Maar we zijn juist hem zo geschapen omdat we gelijkwaardig zijn. En ieder heeft zijn eigen taak. En klopt, en de man en vrouw zijn anders. Ze zijn vrijgesteld, ja, inderdaad. Dat is om een andere keer om daarover te hebben. Maar dat is inderdaad... als ze dat inderdaad willen doen, hoeft dat niet zo provocatief voor de kartel gedaan te worden. Ik ben het ook niet mee eens dat mensen, als ze dat wel doen, om ze dan, dat ze dan in elkaar worden geslagen of zoiets. Dat hoeft van mij ook weer niet. Nee. Maar die provocatie is ook zeker niet nodig. Ja, nee, maar het is voor mij wel duidelijk dus dat jij zegt dus dat een taliet, ja, ja, een mannelijke man. Kledingstukken zijn. Ja, ja, zeker, zeker. Oké, ja. Dank je. Ja. Want vrouwen, dan gaan we nu naar de volgende slide, dan zul je ook zien dat vrouwen zijn niet verplicht om alle 613 mitzvot te doen. En het woordje tzitzit herinnert ons aan de 613 mitzvot en refereert daar ook aan. En dat kunnen we als volgt zien. Ja. Neem je het woordje tzitzit. En dan gaan we getallenwaarden. De tzaddik, elke letter in het Joods alfabet heeft een getallenwaarde. Alf is 1 tot alfabet, gimel 3. 4 en dan dalet is 4. Nou, de eerste 10 letters van het alfabet zijn eenheden. Dan kom je bij de yud, gaan we over naar tientallen. Yud is 10. Kaf, volgende letter, is 20. En zo verder totdat we bij letter koef komen. Koef is 100. En dan gaan we tot aan de laatste letter, de taf, is 400. Nou, hier onder de taf moet het 400 zijn, niet 40. Dan moet het... tzitzit. Nou, 90 plus 10 is 100. Het woordje tzitzit bij elkaar plus weer 90 en 10 is 200, is 600. Het woordje tzitzit is 600. Als we kijken bij een tzitzit, heeft dat, elke hoek heeft 8 draden. 8 draden en 5 knopen. 8 draden en 5 knopen komen we in totaal uit op 613. Vandaar dus dat het woordje tzitzit ons herinnert. In de Shulchan Aruch staat dat we zijn niet verplicht om het te doen, maar het geeft wel een broche aan iemand die dus de hele dag door tzitzit draagt. Ja, herinnert ons dat. En het is dus wel, het wordt wel gezien als een mitzwe dus, om elke dag dus de hele dag door met tzitzit te lopen, niet alleen tijdens het davenen, maar ook dus gewoon de hele dag door, om ons de hele dag door daaraan te herinneren. Er zijn ook mensen die de gewoonte hebben om 's avonds te slapen met tzitzit, om ook die kedusha, die heiligheid, op zich te hebben 's avonds. Maar het is geen verplichting, zodra het buiten donker is, is men niet verplicht, maar ook als de 's ochtends, zeker nu in de zomer, wakker wordt, neem niet aan dat de meeste van ons om 3 uur wakker worden. Ja, want 3 uur, 4 uur wordt het al licht. Ja, en dan ben je eigenlijk al verplicht, zou je verplicht zijn om tzitzit aan te doen. Want het is al overdag. Vandaar dus dat mensen ook met tzitzit slapen. Om dus die mitzwa ook als ze wakker worden te doen. En ten tweede ook om die kedusha de hele dag en ook 's nachts dus bij zich te hebben. Ja, dus... Evert, had ik nog eentje. Is namelijk, volgens mij is het ook een voorbeeldfunctie. Ja, voor andere Joden om hun ook te herinneren aan de 613 mitzvot en de mitzvot. Ja, dat heb ik nooit geleerd, dat ook een voorbeeld is. Een ander. Het is vooral voor onszelf, om dat altijd bij ons te hebben. En omdat dezelfde keertje in New York is er iemand die werd overvallen. En toen zei die man, hield een pistool, en zei hands up. Dus en probeerde hij zijn portemonnee uit zijn zak te halen. Toen bleef die overvaller vastzitten met zijn tzitzit en hij wist niet wat dat was. Is hij snel weer weggerend. Ja, dat is natuurlijk niet de reden waarom wij de tzitzit dragen, maar dit is wel leuk. Nou, dit is het. Dit is de shiur voor vandaag. Volgende week hopen we weer verder diep te gaan over de parsen weer. Wens ik u allen een Shabbat shalom om een borach. En Shabbat ook, Shabbat mevarchim deze week.
deze week zegenen wij ook de nieuwe maand, is de maand van Tammuz. Tammuz is ook een treurige maand aan de ene kant. Treurige maand tegen de 17e van Tammuz. Ook dus een vaste dag, 17 Tammuz. Maar aan de andere kant in de Chabad. Voor Chabad Chassidim is het ook een vrolijke maand. Omdat de vorige Rebbe bevrijd is uit de gevangenis. En eigenlijk eerst de doodstraf had gekregen. En daarna bevrijd is uit ballingschap ook. Dus dat is voor Chabad is ook wel een vrolijke maand. En het is ook in de maand ook wel weer de jaartijd van de Rebbe. Op de derde van Tammuz is de jaartijd van de Rebbe. Dus dat is ook weer een speciale dag. Wens ik u alle een goede Shabbos en een goede nieuwe maand toe. En dank voor aanwezigheid bij deze shiur. Het allerbeste. Tada. Shalom. Hodesh Tov. Hodesh Tov. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Evers. Ja. Kan ik nog een vraag stellen? Ja. Oké, ik had een vraag. En is namelijk dat die de Shema Israël. En dan zeg je, dat is, soms is dat de Adonai wordt geschreven met... Maar dat mag je niet zeggen, hè? Nu, dat nee. Is, dan moet je Hashem zeggen. Ja, ja oké. Okay. Sorry. Ja. Maar dan met twee keer Jod wordt geschreven. Ja. Maar wat is daar de reden van dan? Dat is eigenlijk de kleinste letter, dat begrijp ik van het alfabet. Maar ja, wat dat is heeft dat... te maken met de drukkerijen. Dat ze op deze manier de naam van Hashem, de Yudke, Wafke, dat ze die zo hebben verkort eigenlijk. Oké, okay. Want het is, als ik goed begrepen heb, bij begrafenissen wordt dat dan gedaan? Nee. Oh. Nee, er wordt... gewoon, wordt altijd uitgesproken ado en dan nai. Altijd hetzelfde uitgesproken. Oké. Ja, weer wat geleerd. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.